en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een kledinghaul voor jullie. Ik heb geshopt bij Pretty Little Thing, bij de H&M en bij de Bershka. En ik dacht, dit is genoeg kleding om aan jullie te laten zien. Ik heb het ook allemaal echt recent besteld en gekocht. Dus ik ga ervan uit dat alle kleding er gewoon nog is. En ik ga jullie dus vandaag laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb het niet gratis gekregen ofzo. Ik heb echt alles zelf gekocht. Bij Pretty Little Thing heb ik online besteld. En de Bershka en de H&M heb ik gewoon in de stad gewinkeld. Het is zoals altijd weer een try-on haul. Dat houdt in dat ik de kleding ook echt aandoe om te laten zien hoe het er echt uitziet op een lichaam. Want dat vind ik altijd wel belangrijk. Dus ben jij benieuwd naar wat ik allemaal heb gekocht? Vergeet niet te liken en te abonneren alvast. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Mensen, wat vinden we van mijn herfstnagels? Ik vind het echt super mooi. Ze zijn donkerbruin en ze zijn mat. Ik heb echt nooit matte nagels. Dus ik vond het wel leuk voor de verandering. I like it. Oké, ik zal even beginnen met te vertellen over deze make-up look. Want dan hoef je dat niet meer te vragen. Voor deze ooglook heb ik dit paletje gebruikt van Be Creative Makeup. Echt een ideaal everyday paletje. Dit is de Eyeshadow Palette Sparkle Away. Zo heet die. Echt een fijn paletje. Voor de lippen heb ik mijn Sweetie Morphe Lip Pencil gebruikt. Ik heb het ingekleurd met deze matte ink lipstick van Maybelline in de kleur 255. Dit is echt een van de mooiste nude lipsticks die ik heb. En daar overheen deze clear lip gloss van NYX Cosmetics. Die was ooit clear, maar ja... Als je heel de tijd dit aanbrengt over gekleurde lipsticks, dan wordt die ook gekleurd. Dus die heb ik erop aangebracht en that's it. Oké, ik ga beginnen met de kleding van Pretty Little Thing. Ik zet van alle kledingstukken beneden in de beschrijving een linkje. Als je het wilt bestellen, kun je gewoon daar klikken. En dan ben je gelijk op de website bij dat kledingstuk. Echter, de kleding van de H&M en de Bershka heb ik dus niet online gekocht, maar gewoon in de fysieke winkels. Dus daarvan ga ik jullie ook de productnummers laten zien. En als je dan een kledingstuk wilt, dan kun je gewoon op hun website op het productnummer zoeken. Dus op die manier kan iedereen de kledingstukken shoppen, mocht je iets willen. Nou, oké, ik ga dus beginnen met Pretty Little Thing haul. Ik moet wel zeggen, in de try-on shots, dus in de shots waar ik de kledingstukken aan heb en laat zien, die shots zijn gemaakt op 2 andere dagen. Dus het kan zijn dat je iets hebt van, waarom is haar make-up en haar anders? En dat soort dingen, dat komt dus omdat ik die heb gefilmd op hele andere dagen. Dus that's why. Oké, ik ga dus beginnen met Pretty Little Thing. Dit is wel vooral comfy kleding. Ik merkte dat ik een beetje dat soort kleding miste in mijn kledingkast. Dus ik was echt op zoek naar gewoon kleding voor in huis. Of als ik gewoon even snel buiten iets moet gaan doen, iets moet gaan halen. En me niet helemaal wil aankleden. Gewoon kleding die lekker zit. En I love it. Dus ja. Ik ga beginnen met kleding stuk nummer 1. En dat is deze legging. High waist jogging broek. Hoe ik het ook moet noemen. Ik heb hem in de size 10. Ik heb normaal van broeken hier maat 40 en daar heb ik de size 10. Ik had ook een andere keer hier besteld en toen had ik alle broeken in maat 12 besteld. En die waren echt allemaal best wel groot. Dus ik heb echt maat 10. En dit is dus die broek. Hij is gewoon vrij simpel. Hij is ook best wel hoog en helemaal strak tot aan beneden. Ik ben niet heel enthousiast over deze broek. Dat ga ik ook zo vertellen in het try-on beelden. Want hij is best wel dun en schijnt door. En de kwaliteit vind ik gewoon niet heel goed. Maar dit is dus het eerste kledingstuk. Oké, ik vind de broek echt niet fijn. Hij zit niet goed. Hij zit niet hoog genoeg. Hij zit op zo'n awkward lengte. Hij is verder wel helemaal strak tot aan beneden. Alleen hij schijnt ook door. Je kunt het nu niet zien, want het is hier te donker. Maar hij schijnt dus door. Dus dit vind ik echt niks. Gewoon puur omdat hij niet goed zit. En omdat hij gewoon echt doorschijnt. En de kwaliteit is niet echt heel erg goed. Kledingstuk nummer 2 is er eentje waar ik echt heel enthousiast over ben. En dat is deze broek slash... Wat is dit? Het is niet echt een broek, maar whatever. En hij is helemaal van leer. Ik had die ook al besteld in mijn andere bestelling. Maar ik had hem dus toen besteld in maat 12 en hij was te groot. Nou heb ik hem besteld in maat 10 en die past echt perfect. Hij is helemaal zo leer en strak. En dan hier beneden heeft hij zo een split. Dus gaat hij zo open. En hij is ook ideaal voor de langere vrouwen. Want hij is echt best wel lang. Ik ben niet heel lang. Ik ben slechts 1,64 meter. Maar dat weerhoudt mij er niet van om broeken te bestellen die eigenlijk iets te lang zijn. Maar deze is echt super fijn. Hij is ook lekker stretchy. Hij maakt je figuur heel erg mooi. En dat vind ik heel erg fijn. En de kwaliteit vind ik ook gewoon goed. Oké, deze broek zit nou echt goed. Ik zie echt verschil met die andere maat die ik die andere dag had besteld. Maat 10 is echt perfect. Nou is hij helemaal zo strak. Hij is wel heel lang onder. Dus je moet hem of met hakken aan of met hoge sneakers. En ik ben niet heel erg lang wel, moet ik zeggen. Ik denk dat als je lang bent, hij gewoon perfect gaat zijn. Maar voor mij is hij een beetje lang. Hij komt een beetje op de grond. Maar ik doe hem gewoon aan met hakken of met hoge sneakers. Maar hij
hij zit echt perfect. I love it. Die maat 12 was echt veel en veel te groot. Zo is hij van de achterkant ook gewoon helemaal mooi. I like it. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Heel mooi dit. Nou, dit is gewoon iets heel saais. Eigenlijk gewoon een crop top hemdje. Niks speciaals aan. Gewoon een zwart hemdje. Gewoon ideaal om aan te doen onder van alles. Met een broek, onder een blazer of hoe je het ook wil doen. Dit is gewoon zoiets wat gewoon handig is om te hebben. For whatever reason heb ik hem gewoon besteld. Hij is ook fijn, lekker stretchy. Deze heb ik in maat 10, UK size nummer 10. Hij is super stretchy, daar hou ik van. Dat vind ik heel fijn. En hij is echt best wel crop toppy. Ik had hem iets meer langer verwacht, maar hij is best wel hoog. Maar deze heb ik dus ook besteld. Oké, dit is dan de top. Er valt niet echt iets over te vertellen. Het is gewoon een hoge crop top hemdje-achtig dingetje. Handig voor, ja, met heel veel verschillende soorten outfits. Ik vind hem fijn. Hij is ook lekker stretchy. En hij schijnt niet door. En de band is dik genoeg om een BH-band eronder te bedekken. Dat vind ik ook altijd wel fijn. Dus dit is wel een hele fijne top, vind ik. Ik heb hier een setje van een topje. Dit is echt ideaal voor in huis. I love it. Dit is zo'n crop top setje. Ik heb hem in maat L, maar ik had misschien maat M moeten doen, maar whatever. Hij is zo grijs. Kijk, dit is de crop top. Hij is super, super stretchy. Vandaar dat ik eigenlijk ook gewoon maat M had kunnen doen, maar I didn't want to take any risks. Dus ik heb gewoon maat L gedaan. Maar ja, M was iets beter geweest. Dit is de top. Het is gewoon een crop topje. Hij valt tot iets over de navel. En dan met een broek die erbij past. Ook super, super stretchy. Het materiaal is ook super zacht. Best wel goede kwaliteit. Maar hij is wel een beetje dun. Maar niet te dun, vind ik. En gewoon helemaal strak tot aan beneden. Deze vind ik echt heel erg fijn. Want hij is ook echt best wel high-waist. Zien we dit? Ik draag echt alleen maar high-waist broeken. Want dat staat gewoon het beste met mijn figuur. Dus deze broek met deze top is echt ideaal voor in huis. Oké, nou dit is echt een hele leuke set. Hij is super stretchy. Ik heb hem in maat L. Maar ik denk dat ik maat M had kunnen doen. Want deze is wel een beetje groot. De top past ook wel, maar had ook wel iets kleiner gekund. Maar het is niet zozeer te groot dat ik hem echt weg ga doen. Hij is ook gewoon helemaal lang tot aan beneden. En hij is echt super stretchy, jongens. Let niet op de troep achter mij. Maar dit vind ik echt een hele leuke set. Dit is wel echt gewoon voor een show. Dit maakt het niet strakker of zo. Dit is gewoon, ja, een strikje voor een show. Daar heb je verder niks aan. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Hij is echt super, super stretchy. Dus pak gewoon een maat kleiner of zo. Want ja, ik had echt gewoon maat M moeten doen eigenlijk. Maar op zich is hij wel oké. Okay. Hij schijnt ook niet door. Dus ja, ik vind hem echt heel erg leuk. I like it. Dan heb ik hier iets roods. Ik bestel niet heel vaak kleur. Ik ben echt van de zwart tinten, bruin kleuren, dat soort dingen. Maar als ik ga voor kleur, ga ik vaak voor rood. Want ik hou van rood. Rood is echt een van mijn fave kleuren. En ik vind ook mij altijd heel erg mooi staan. Dus ik zag dit en ik vond het wel leuk. Echter is hij veel te groot. Ik heb hem in maat 10. Ik had echt maat 8 moeten doen of maat 6. Want hij is wel echt, echt heel erg groot. Maar hij is zo leuk. Dus ik baal wel dat hij zo groot is. Hij is wel best wel dun, maar ook weer super stretchy. De kwaliteit is altijd net oké. Het is nooit echt de beste kwaliteit. Maar ja, je betaalt ook niet heel veel. Dus verwacht nooit te veel van de kwaliteit hier op die website. Het is maar wat je ervoor wil betalen. Dit is dus gewoon zo'n bodysuit. Die kan gewoon onderdicht. Lange mouwen. Helemaal strak. En dan met zo'n soort van V-halsje. Ook wel een beetje sexy. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Maar ja, helaas dus. Hij past niet. Oké, jongens. Ik moet hem een beetje vasthouden. Want hij is echt veel en veel te groot. Kijk dit hier. Kijk helemaal dit. Hier beneden helemaal. Hij is echt veel en veel te groot. Ook de bodysuit daaronder in de broeken is veel te groot. Helaas. Want ik vind hem wel echt heel erg leuk. Maar hij is echt veel en veel te groot. Dus nou, dit heb ik ook weer geleerd voortaan. Als ik een bodysuit daar koop, moet ik hem in een kleine maat pakken. Ik had hem nou ook in een iets grotere maat gepakt, want ik dacht dat ik die moest hebben omdat het een bodysuit is, maar helaas, hij is echt te groot, dus deze gaat terug. Dan heb ik hier nog een set. Deze is ook wel leuk. Dit is ook weer zo'n hoge broek. Het is niet zwart. Het is een beetje zo donkergrijsachtig. En dan heb je hier zo'n knoopje die je kunt vastmaken. Hij is helemaal strak tot aan beneden ook weer. En natuurlijk ook weer high-waist. Deze kwaliteit is iets beter dan die andere. Hij is iets dikker. En ook weer super, super stretchy. Vind ik heel erg fijn. En daarbij heb je ook een top. Dit was een set waarbij je de broek en de top apart kocht. En die grijze set was echt gewoon een set die je in één keer bestelt. En dit was dan de top die erbij hoort. De trui. Het is zo'n crop toppie-achtige top.
met lange mouwen. Alleen deze zit niet heel erg mooi. Dus deze vind ik wel jammer. Deze heb ik in maat UK size nummer 10. En deze heb ik ook in maat 10. Dus de broek en de top zijn allebei in maat 10. Dit is ook echt een hele leuke set voor thuis. De legging broek, wat het ook is, past helemaal perfect. Maat 10 is echt perfect voor mij. Ik moet echt geen maat kleiner of groter doen. Deze heeft niet heel veel stretch, maar wel een beetje. Echter, de top vind ik niet zo leuk. Hij is best wel hoog. Ik had hem ietsje langer verwacht of zo. En hij zit een beetje raar. De fit of zo. Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen. Maar ik vind dat hij een beetje raar zit. Ik vind het onnodig om hem helemaal echt terug te sturen. Maar ik denk dat als andere kledingstukken niet goed zitten en ik die sowieso ga terugsturen, dat ik deze ook ga terugsturen. En de legging gewoon wel houden. Want die vind ik wel leuk. Dus dit vind ik ook een hele leuke set. Alleen ja, de fit van de top is gewoon echt heel erg raar en echt veel te hoog. Ik dacht meer dat hij echt tot hier zou gaan, als je snapt wat ik bedoel. Oké, dat was het dan van Pretty Little Thing. Dit is wat ik allemaal daar heb geshopt. De volgende is de H&M. Hier heb ik 2 kledingstukken gehaald. Allebei echt super leuk. Ik ga beginnen met de zwarte. Of course is er weer iets zwart. I cannot with myself. Dit is zo'n zwarte kroptopje-achtig, maar hij is helemaal glitter. Het valt niet echt heel erg op beeld, maar hij is helemaal zo glitterig en dat vind ik echt heel erg leuk. Hier beneden gaat hij zo in een knoopje. Zien we dit? Ook is hij niet heel erg hoog. Het is wel echt een beetje een kroptop. Maar op zich is hij best wel lang. Hij komt echt wel gewoon tot aan mijn broek. Deze heb ik in maat S. En hij was slechts €14,99. Ik zal even de code laten zien. Kijk, dit is de etiket. Maak gewoon even een screenshot hiervan. En je kunt dan gewoon op de H&M website dit artikel zoeken. Hier ben ik echt super blij mee. Want hij zit echt heel erg mooi. Hij is ook lekker stretchy. En hij was super betaalbaar. Dus hiermee ben ik echt heel erg blij. Oké, deze top is ook echt super leuk. Kijk ook even hoe die allemaal zo glittert. Je kunt het niet heel goed zien, want het is hier een beetje donker. Hier beneden gaat hij dus zo dicht in een kruis, een soort van knoop. En hij past echt perfect. I love it. Achter is hij gewoon helemaal dicht. Ik vind dit echt een hele leuke top en ik hou van die glitters. Ik moet wel zeggen dat hij een klein beetje jeukt, want die glitters gaan hier ook een beetje naar binnen. Maar het is niet zo extreem dat ik hem niet aan zou doen. Ik vind hem gewoon hartstikke leuk. Deze spiegel is een beetje vies, dus let daar niet op. Al met al is hij gewoon echt heel erg leuk. I love it. Ik ben hier zo blij mee. Zo goedkoop en zo leuk. Het tweede is iets wit. Ik koop nooit wit, maar dit sprak mij gewoon echt aan, want ik vond het gewoon super cute. En dat is dit topje, of ja, deze kooltrui. Ik heb hem hier al een beetje vies gemaakt, oh my god. Ik heb hem al aangedaan, vandaar. Maar deze is super leuk, zo met die vlindertjes. Ook weer lekker stretchy. De stof is best wel dik en hij is echt best wel warm. Ik heb deze, volgens mij ook maat S. Even kijken, ja, ook maat S. En hij past gewoon helemaal perfect. I love it. Deze zit zo fijn. Ik vind het zo cute met die vlindertjes. Alleen het etiketje is eraf. En volgens mij was de prijs op. Of €20 of iets minder. Maar in ieder geval rond de €20 categorie. Maar je kunt hem vast wel vinden op de H&M website of in de H&M winkels. Als je gewoon zoekt op ja, kooltrui wit of zo. Maar ja, ik ben dus helaas het etiketje kwijt. I'm sorry guys. Maar dit is echt een leuk kledingstuk. I love it. Deze top is echt de meest cute top die ik in een lange tijd heb gezien. Het is niet iets waarvan ik echt denk, oh wow, dit moet echt iedereen hebben. Het is gewoon een basic top. Maar de vlinders hier maken het gewoon extra cute. Kijk even hoe schattig dit is. De kool zit ook echt perfect. Achter is hij gewoon helemaal dicht. Hij schijnt ook niet door. Je kunt mijn BH niet zien. Ik vind dit echt heel leuk met zo'n hoge jeans als die ik nou aan heb. Of met een short. Zo'n jeans short. Maar ja, daar is het nu niet echt het weer voor. Maar al met al ben ik hier heel blij mee. Hij is ook super stretchy. Maat S is gewoon perfect. Heel erg fijn. Heel leuk topje. Dan gaan we verder met de volgende winkel. En dat is de Bershka. Hier heb ik ook 2 kledingstukken besteld. Of ja, besteld. Ik heb het niet besteld. Ik heb het gewoon gekocht in de fysieke winkels. En we gaan weer beginnen met rood. Zoals ik al net zei, ik hou van rood, dus ik koop vaak rood. En dit is iets heel apart. Het is niet iedereen zijn ding, maar ik hou altijd wel een beetje van aparte kleding. Dit is dus een kooltrui, maar het is een crop top, zoals je kunt zien. En de achterkant is open. En dan heb je hier zo een touw en je kunt die dan zo vastmaken op je rug in een strikje. Maar hij is dus helemaal open. Letterlijk, je hele rug is open. Ik had hem niet gepast in de winkel, dat doe ik echt nooit. Ik had hem gezien en ik dacht dat dit niet zo ver open zou zijn. Ik dacht gewoon dat je een beetje bij je onderrug, dat het gewoon een klein beetje open is en that's it. Maar echt, like, mijn half rug is gewoon open. Maar ik vind het alsnog wel leuk, maar dat is wel iets om in gedachten te houden. Als jij daar niet van houdt, is dit echt niks voor jou. Dus maak niet de fout die ik maak en ga niet denken, oh, hij is gewoon een beetje open. Nee, echt gewoon je halve rug is gewoon open. Hij is lekker warm, maar ja, het is een crop top en je rug is open. Dus heel ideaal voor winter is hij niet. Het is wel een beetje krom, want hij heeft een kool en hij is warm. Maar
Maar ja, wanneer moet je dit dan dragen? I don't know, maar ik zal vast wel iets verzinnen. Ik heb deze in maat S. Ik had hem gevonden ook online, dus ik zal van dit product ook gewoon een linkje zetten naar dit product op hun website. Wat zeg ik allemaal? Maar goed, deze is super stretchy, lekker dik en ik vind hem echt leuk. Oké, jongens, dit is dan de rode kooltrui slash crop top kooltrui-achtig iets. Hij past helemaal perfect, alleen is hij achter best wel ver open. Zien we dit? Ik had niet verwacht dat hij zo ver open zou zijn. Ik doe even mijn haar aan de kant. Kijk, je kunt het dus echt ook geen BH onderaan doen. Ik dacht dat hij meer ja, tot hier zou zijn geweest, maar... Hij is dus hoger dan dat ik dacht, maar ik vind het alsnog gewoon wel leuk. Ik weet niet echt precies wanneer ik dit zou aandoen, want het is warm, maar ook weer ja, koud. Want hier is het gewoon open en je hele rug is open. Maar ik vind het wel een apart concept en ik hou altijd wel van aparte dingen. Dus ja, ik denk wel dat ik het leuk vind. Ik ga hem sowieso niet terugbrengen. Ik moet alleen even bedenken, ja... Wanneer doe ik zoiets aan? En dan last but not least. Deze ook van de Bershka. En dit is gewoon een wit jackje. Deze is zo ontzettend leuk. Je had hem ook in het zwart. Maar ik vond hem in het zwart niet meer zo leuk. In het wit vond ik hem wel heel leuk. Hij is van leer. En het is zo'n hoge crop top-achtige jack. Met lange mouwen. En ik vind hem echt super. Ik had hem ook gematcht met die witte trui van de H&M. Met die vlindertjes hier zo. Samen met die is dit echt super leuk. En I love it. Deze heb ik in een maat M. En hij was slechts €20. Jongens, dat is echt super betaalbaar voor zo'n jackje. Dus ik dacht, weet je wat, deze ga ik gelijk halen. Ik heb geen enkele witte jack. Ik draag echt nooit witte jacks. Dus ik dacht, weet je wat, ik haal hem gewoon. En dan heb ik weer een ander soort kledingstuk in mijn kast hangen. Ik zal ook weer deze kaart laten zien. Maak dus ook weer even een screenshot hiervan. En je kunt hem dan online vinden. Ik zal ook wel even zien of ik hem gewoon online kan vinden. En dan zal ik gewoon gelijk een linkje zetten in de beschrijving. Dat maakt het ook weer makkelijker voor jullie. Maar dit jackje, jongens, echt een aanrader. Echt heel erg leuk. En hij is er dus ook in zwart. Mocht je hem toch alsnog in het zwart willen. Dit jasje, jongens. Oh mijn god, hij is helemaal zo leer. Hij is super cute. Hij valt echt perfect zo met mijn topje. Hij is gewoon helemaal dicht, helemaal wit. Ik vind hem echt zo erg leuk staan. De maat is ook echt perfect. Hij trekt niet of zo. Ik denk dat als ik maat S had gepakt, hij iets te strak was geweest. Dus M is echt perfect. I love it. Echt zo cute dit. Ik vind het echt super, super leuk. Ik raad het echt iedereen aan. Misschien dat ik hem alsnog haal in het zwart. Maar ik denk het niet, want ik heb al best wel veel ja, zwarte jasjes en zo. Maar zo wit echt heel leuk. Echt totally out of my comfort zone. Ik draag zulke shit echt nooit en al helemaal niet wit. Maar dit vind ik wel echt heel leuk. Nou, dit was het dan. Dit waren alle kledingstukken die ik heb geshopt bij de drie winkels. Ik vind de kledingstukken allemaal echt super leuk. Helaas van Pretty Little Thing waren er dus echt een aantal dingen die gewoon niet pasten, niet goed zaten. Dus die worden gewoon teruggestuurd. Pretty Little Thing heeft by the way best wel trage bezorging. Maar er staat heel de tijd dat ze het pas over 2 weken gaan bezorgen. Ik had staan 6 november. Maar ik had het echt al binnen de week. Dus let vooral niet op wat er staat wanneer je het binnen gaat krijgen. Want het klopt niet. Het komt echt veel sneller binnen. Ik had het binnen denk ik binnen 5 dagen zoiets. En ik heb €10 aan verzending betaald. Dat is daar €10. Het komt gewoon vanuit Engeland. Dus je hoeft geen douane of zo te betalen. En als je iets wilt terugsturen, dat gaat je €8 kosten. Dus wat handige informatie over die site mocht je dat willen weten. Voor de rest ben ik heel blij met alles. Ik vind het echt heel erg leuk. Laat me weten wat je weer vond van de video. En of je meer kledingvideo's wilt zien. Want dat doe ik nou ook iets meer vaker. Dus als jullie dat leuk vinden, laat het me weten. Als je het niks vindt, laat het me ook weten. Want dan ga ik gewoon ermee stoppen of gewoon minderen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezichtje hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!